Wat we zien is dat teams beginnen met agile werken, maar dat dat dan nog best wel moeilijk is om de omslag te maken van de traditionele manier van werken naar het wendbare werkproces. Je ziet gewoon als het nieuw is of als het spannend wordt, dat mensen dan toch gauw weer terugvallen op de oude werkroutines. Managers en begeleiders van leertrajecten en agile coaches gaven aan dat ze behoefte hebben aan wat meer inzicht in hoe dat gedrag nou werkt. Dus hoe krijg je het gewenste gedrag en hoe voorkom je nou dat mensen weer terugvallen in hun oude routines? Als je wendbaar gaat werken en je gaat veranderen, dan zie je traditioneel dat het eigenlijk top-down redelijk bedacht wordt. En we doen het samen, maar het is toch vrij gestuurd. En wat heel belangrijk is, is dat je heel goed uitgaat van het gedrag van de medewerkers. Wat moeten mensen uiteindelijk concreet gaan doen? En dat je dat goed in kaart brengt en ook zorgt dat je dat samen met de medewerkers voor elkaar krijgt. Dus echt, stap 1 is echt concretiseren op gedrag. Daar maak je vooruitgang. Niet in abstracties blijven hangen. Vervolgens kijk je, oké, dit gedrag willen we, dit is het oude gedrag. Wat zit daartussen? Wat houdt dat tegen? Wat zou mensen motiveren? Wat zijn weerstanden die je weg moet nemen? En daar ga je mee aan de slag. Dus hoe ga ik van de oude situatie naar de nieuwe situatie? En vervolgens kijk je, oké, hoe is eigenlijk de context hiervan? Hoe voelen mensen zich? Wat zijn de condities? Dus wat is de verandercapaciteit van de mens en wat is de verandercapaciteit van de organisatie? Wat heel interessant is in dit soort verandertrajecten, is dat mensen pas over het concretiseren nadenken op het moment dat ze merken dat het nog niet soepel loopt. Dus aan het begin van het traject denken we, het is concreet genoeg, hè? We moeten lef hebben of transparant zijn. Maar dan zie je dat medewerkers daar toch moeite mee hebben, dat er wrijving is. En dan zoekt men hulp. En als je dan eigenlijk dwingt om te zeggen, nee, dat is niet concreet genoeg. Wat moet iemand nou precies op welk moment doen? Ja, dan voel je, dat hebben we eigenlijk nog niet helemaal helder. En als je dat proces ingaat, dan krijg je echt grip op het gedrag. Als je in een organisatie met een verandertraject bezig bent, dan zul je meestal 3 verschillende weerstanden herkennen. De eerste is reactance. Dat is de weerstand dat je niet wil dat iemand bepaalt wat jij moet doen. Ik bepaal dit zelf, of ik vertrouw jou niet, of dat management altijd. Dus dat is een beetje een boze weerstand. De tweede is scepticisme. Dat gaat meer over onzekerheid. Is deze verandering wel goed? Moeten we dit wel doen? Kan ik dit? Kan ik hierin mee? En de derde is inertia. Dus oké, we gaan het doen. Ik ben het met je eens. Punt. Het gebeurt niet echt. Dus dat is eigenlijk het gat tussen intentie en gedrag. En je ziet in grote verandertrajecten, zie je eigenlijk alle 3 de weerstanden herken je. En dan meestal moet je dus eerst reactance oplossen, dan scepticisme, dan inertia. Als je met gedragsverandering in de organisaties bezig gaat, dan heb je dus het concretiseren van het gedrag. Dat is 1, dat is heel duidelijk. En dan gebeurt dat in een context. En die context die zorgt ervoor of die verandering nog beter gaat of dat die eigenlijk gehinderd wordt. En dan moet je denken aan, is het doel heel duidelijk van wat we willen bereiken? Hè? Waar werken we echt naartoe? Hoe urgent is het? Moet dat nu of kan het eigenlijk volgend jaar ook nog wel? De betekenisgeving. Van sluit dit aan bij onze visie, bij onze waarden. Dus dat, die 3 samen, dat gaat eigenlijk over het belang van de verandering. En dan heb je nog zaken als, voelen mensen zich psychologisch veilig? Durven ze verandering aan? Zijn ze niet bang op dat moment? Verbondenheid. Dus heb ik het idee dat ik dit als een team doe, als een groep doe? Die is belangrijk. En dan gaat het nog over zaken als personal control. Dus voel ik dat ik iets kan bijdragen? Ben ik de agent van de verandering? Heb ik het onder controle? Het andere is regulatory fit. Dus heeft de verandering een soort promotie of een preventie-idee en pas ik daarbij? Dus als je stel dat we willen de wereld veroveren, maar jij zelf zit erin, ik wil geen fouten maken, dan heb je geen goede fit, zeg maar. Ja, en dan als laatste gaat het over, heb je accountability? Dus is het consequentieloos of word jij er ook op afgerekend? En als je geen accountability hebt, ja, dan is het allemaal leuk en aardig, maar dan zul je nooit echt gedreven zijn om verandering te bereiken. Nou, met begeleiding van Rick zijn we gaan kijken, wat hebben teams nou nodig om agile te kunnen werken? En wat je bijvoorbeeld ziet bij teams, dat ze het heel spannend vinden om in een demo hun product te laten zien als het nog niet klaar is. We zijn heel erg gewend om dat pas te laten zien als het af is, als het helemaal klaar is. Terwijl agile werken voorschrijft dat het werkend moet zijn, maar het mag ook heel klein zijn. Maar in onze organisatiecultuur is dat gewoon niet gebruikelijk.
Dus voor teams een hele grote drempel. En als je dan zegt, joh, je moet lef tonen of je kwetsbaar opstellen, dan is dat nog net een brug te ver. Wat de Scrum Master in dit geval kan doen, is de team de garantie geven. Zeggen, joh, als je kritiek krijgt tijdens de demo, ga ik voor jullie staan, daar kan je niks gebeuren. En zo'n garantie, daarmee neem je eigenlijk de scepticisme, het onzekerheid bij het team weg. En maak je eigenlijk het makkelijker voor het team om zich uiteindelijk kwetsbaarder op te stellen. Nou, we kwamen eigenlijk tijdens dat traject op het idee van een onboardingprogramma. Dat is een snelkookpan van een aantal dagen waarin we de nieuwe multidisciplinaire teams met elkaar laten kennismaken en ook laten kennismaken met die nieuwe manier van werken. We hebben aandacht voor de harde kant, dus hoe ziet jullie opgave eruit, hoe gaan jullie werken, wat is ieders rol. Maar gedurende die 4 dagen gaan we ze ook meenemen in die 8 condities waar ik over vertelde. Dus we proberen weerstanden die er misschien zijn weg te nemen. We bouwen aan vertrouwen, aan de groep en proberen ook mensen de gelegenheid te geven om los te komen van hun oude manier van werken en juist dat wendbaar werken zich eigen te kunnen maken. Ja, in een training leer je natuurlijk de theorie en een goede basis, maar wij denken dat in deze onboarding je door het in het werk te doen met de nieuwe teams, dat mensen het zich veel meer eigen kunnen maken. Dus we gaan in sneltreinvaart doorlopen we alle events die ze normaal gesproken in een sprint ook doen. Dus ze kunnen dingen oefenen, ze kunnen het doorleven. We zorgen ook dat ze al heel vroeg in het proces succeservaringen opdoen, zodat ze ook voelen dat het, ja, wat het kan zijn en wat het ze kan opleveren. Ja, ik heb geleerd dat we als begeleiders van leertrajecten of als agile coach natuurlijk zelf ook dingen anders kunnen doen. Bijvoorbeeld dat het echt wel een goed idee is om mensen zelf tot bepaalde conclusies te laten komen, in plaats van dat jij vertelt waarom dat nou goed is. Want daarmee roep je ook dan weer reactants op. Dus een techniek om dat te doen is om mensen zelf argumenten aan te laten dragen voor iets. Als ze dan dat argument zelf hebben gegeven, kunnen ze zich ook niet meer tegenspreken. Dat heet dan in de gedragswereld heet dat self-persuasion. En dat vind ik een hele fijne techniek om te gebruiken. Wat ik echt wel heel interessant vind en ook best wel komisch in veranderprocessen, is dat we soms dingen verwachten van mensen. Als je er goed over nadenkt, dat ook helemaal niet kan eigenlijk. Bijvoorbeeld de term, ja, fouten maken mag. Geen enkel weldenkend mens wil fouten maken. Noem het dan anders, zeggen, het is prima om wat te proberen. Frame dat positief. Maar wie gaat er nou naar zijn werk om fouten te maken? Dat doet helemaal niemand. Of een andere is, we willen een cultuur waar we elkaar aanspreken. Iedereen weet, aanspreken, dat is iets wat sociaal ongewenst is, ongepast is zelfs. Als je overal elkaar gaat zitten aanspreken, dan krijg je een heel vervelende wereld. Dus denk goed na van hoe formuleer je dat en kom uit je droomwereld en maak het realistisch.